We zijn live! Sta op voor ons Amsterdam. Ik wil Amsterdam veranderen. Damsko. Stem op een vrouw. Mijn naam is Annabel Nanninga. De stem van de straat. Welkom bij Spin Doctors, het programma van AT5. Waarbij we campagnefilms, slogans, posters, in ieder geval al het beeldens wat de politieke partijen tijdens de campagne doen, bespreken. Dat doe ik niet alleen. Dat doen we met Roelf-Jan Duin, oud politieke man en huidig mediaverslaggever van Het Parool. Mediaverslaggever, wat is dat precies? Dat wordt breed gedefinieerd. Dat kan dus inderdaad te maken hebben met hoe campagnes gemaakt worden. Maar het kan ook te maken hebben met op sociale media ontwikkelingen gaan. Een brede portefeuille. Ja, dus ook op dat punt kijk je kritisch mee. Ja. En Erik van Brugge van BKB, campagnebureau. Ja. Voor bedrijven hoofdzakelijk? Nou, bedrijven, NGO's, heel veel overheid. Ja. Eigenlijk vertellen wij verhalen voor organisaties. Maar je hebt ook een politieke achtergrond? Ik heb ooit bij de PvdA in de jaren 90 begonnen. Voor Wim Kok campagne gevoerd. Dat was fantastisch. Ben je een spindokter? Nee, dat zou ik mezelf niet noemen. Niet? Ik ben dol op politieke campagnes. En ik vind politiek super belangrijk. En ik hoop ook dat mensen echt dat ook vinden en gaan stemmen op 21 maart. Wat je ook gaat stemmen, stem. We beginnen gewoon keihard met Forum. Kijk aan. Mijn naam is Annabel Nanninga en ik ben lijsttrekker voor Forum voor Democratie Amsterdam. Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer. Ik heb mijn twee dochters hier opgevoed. En ik ben dol op deze stad, maar er gaat nog heel veel niet goed. En daar gaan wij ons voor inzetten. Amsterdammers verdienen beter bestuur. Amsterdammers verdienen een partij die het gewoon gaat doen. Stem daarom 21 maart Forum voor Democratie. Een partij die het gewoon, die gaat, het gewoon gaat doen. Het begint vrij sterk. Wie is zij? Van welke partij is zij? En ze introduceert zichzelf. Maar wat je zegt, een partij die het gewoon gaat doen. Ik heb geen idee wat dat dan betekent. Kijk, ze zegt dat we gaan de Amsterdamse politiek veranderen. Maar wat ze gaat veranderen, zegt ze niet, hè? Wat wel goed is dat het een... Nou, het ziet er gelikt uit. En dat zij zichzelf wel echt neerzet als lijsttrekker. Het is vrij traditioneel. Staat al in beeld te oreren met het logo van die partij in Amsterdam erbij. Ja. Zegt ze, ik ben dol op deze stad, maar ze heeft op Twitter wel eens wat andere dingen gezegd. Dus dat vind ik nogal ingewikkeld om dat te geloven meteen. Dus de geloofwaardigheid, ja, oké. Okay. En ze zegt van, nou, ik ben moeder van twee kinderen, dat is natuurlijk ook... Een beetje persoonlijkheid erbij, hè? Precies. Is het belangrijk dat je dat doet bij zo'n voorstelrondje? Ik denk het wel. Ik denk dat mensen toch ook wel willen zien wie de persoon is achter de politica. Nee, ze komt niet slecht over. Dat is het punt niet. Maar nog steeds denk ik, zie dat voorbij komen. Ja. En ik moet mijn keuze straks maken. Dus je moet wel echt informatie van tevoren hebben. Wil je denken van, oh ja, dat Forum voor Democratie is iets voor mij. Want verder geeft ze geen enkele reden waarom je dat hokje rood zou kleuren. Zelfs bij een allereerste voorstelfilmpje. Zeker. Het volgende. Laten we eerst heel even kijken. Dit was live op Facebook. We zijn live! Kijk! En hier, welkom. Bedankt. Dankjewel. Bedankt voor je zo. Leuk dat jullie dit vanavond willen doen. Heel even kijken of de camera goed staat. Dat is niet onbelangrijk. Nee. Dit is wel uitgezonden. Dit was live op Facebook. Oké. Dat zal ik wel een beetje afhaken nu. Waarom? Wat? Ja, dat duurt te lang, de introductie. Dat je camera even goed zetten. Ja, dat moet je allemaal van tevoren gedaan hebben. Hoeveel meer politieagenten hebben jullie in dienst genomen om onze buurt veilig, rustig en leefbaar te houden? Nou, wat ingewikkeld is aan de politiecapaciteit is dat Amsterdam daar helaas niet over gaat. Je ziet wel dat Amsterdam een stuk gegroeid is. En dat het dus ook belangrijk is dat we er meer agenten bij krijgen. Heel simpel het concept. Reinier van Dantzig, lijsttrekker van D66, zit daar met een van zijn medeleden, kandidaatleden. Ja, dat is een soort vlog. Dit heeft hij vaker gedaan. Het duurt een beetje lang. Het begint een beetje met van, staat de camera goed? De camera staat absoluut niet goed. Hij staat helemaal scheef. Nou, kijk, ik ben dol op dat Facebook Live. Omdat het ook direct mogelijkheden biedt voor mensen om mee te doen. En het veel meer tweewegverkeer veroorzaakt. Maar het betekent niet dat je het gewoon maar aan kan zetten en aan de slag kan gaan. Ik moet wel zeggen dat heel veel mensen die reageerden waren vaak dan mensen van D66 zelf. Ja, wat dat betreft is het natuurlijk ook een beetje preken voor eigen parochie. Want ik zou niet weten waarom een standaard Amsterdammer een half uur van zijn tijd gaat besteden om dit live op Facebook te zien. Nou ja, dat is
de hamvraag is, werkt dit? Ik denk eerlijk gezegd dat dit nog een soort van beta-versie is, van dat dit nog de experimentele fase is. Hier gelden alle campagnelessen. Zorg ervoor dat die mensen de boodschap van die partijen meteen klaar hebben van jongens, we zitten hier klaar. D66 wil dit en dit en dit doen. We zijn benieuwd wat jullie daarvan vinden. Dus eigenlijk moet je ook zo'n Facebook Live beschouwen als een traditionele reclamespot in die zin dat het nog iets ingewikkelder is, ja. Want je hebt het niet helemaal zelf in de hand. In het kader van dat er af en toe ook wat luchtigers tussen zit, ja. De VVD. Het eerste beeld gaat heel snel weg, maar daar staat duurzame energie, vraagteken. Ja, om over een luchtig stukje heel erg serieus en zuur te gaan doen, dat is misschien een beetje flauw. Het enige wat ik er goed aan vind, is dat het Dixieland is. En dat is wel echt absoluut VVD, dus dat past daar wel bij. Ja, grappig. Nu stem je VVD? Nou nee, dat niet. Maar kijk, wat het goede Van den Burg is een ongelofelijke dynamische figuur. En hij is, mensen vinden hem sympathiek. Hij doet veel aan sport, weten mensen, ook als je het een beetje volgt. Ja. Hoeveel mensen het een beetje volgen, is natuurlijk de volgende vraag. Dus voor ter bevestiging van zijn imago, waar mensen dat weten, is het een hele interessante om te zien. Dit stond op mijn Facebookpagina. Dit stond op mijn Facebookpagina, ja. Ik begrijp namelijk ook, het is waarschijnlijk een inside grapje. Iedereen die Erik van den Burg kent, die weet ook dat het een onderstandje is. Dus wat dat betreft... Hele sportieve man, zie je wel. Hele sportieve man, ja, dat klopt allemaal. Maar het begint dus met duurzame energie. En dan denk je van, wordt hier, is dit een soort van grap om ook de klimaatbeweging of zo belachelijk te maken? Of is dit humor? Je denkt inderdaad van, dit gaat over duurzame energie. Dit gaat over duurzame energie. Hier komt het standpunt over dit klimaatpunt. Ja, en dan blijkt dat Erik van den Burg een home trainer heeft op zijn kamer, wat hij overigens wel echt heeft. Het is nul inhoudelijk. Nee, het zit niks in. Ja, dus als je dan hier zegt van ja, dus als VVD willen wij mensen meer op sporten bewegen, want dat is ook duurzame energie. En daarnaast gaan we meer doen aan het groener maken van de stad, want dat wil zijn volgens mij stiekem ook. Dan moet je het gewoon zeggen. Ik zou zeggen, bewaar dit soort lolligheid voor interne Facebookgroepjes. Niet meer doen. Nee. Een paar postertjes gaan we ook even doen. We blijven heel even bij de VVD. Kies voor doen. Ja. Het lijkt alsof iemand een heroïnespuit in zijn arm zet. Ja, nou je het zegt inderdaad. Ja. Jeetje. Dat is iemand tegen mij zei, het lijkt wel of er een spuit in die arm gaat. Kan ik er niet normaal weer naar kijken. Ik heb precies hetzelfde. Kies voor doen, ja, dat haakt een beetje aan op de slogan van de Tweede Kamerverkiezingen. Die was normaal punt doen punt. Iemand dus letterlijk de mouwen opstropen, denk ik dat ze bedoelen. Ja. Dit doet mij een klein beetje denken aan Rosie the Riveter, Amerika. Tijdens de oorlog, die mevrouw die zo met handen uit de mouwen start. Ja, en die vuist. Nee, het heeft inderdaad iets socialistisch wat dat betreft. Dus beetje dat, gek. Ja, dat is opmerkelijk. Dat past niet bij de VVD, vind ik. Nee. Het is hier, we worden inderdaad mouwen opgestroopt. En daar lijkt toch een soort van arbeidersethos uit voor te komen. En ook zo'n gebalde vuist. Ik vind op zich geen. Nee, het is een beetje een raar beeld. Kies voor doen vind ik ook wat. Oké, wat doen? Wat gaan we dan doen? Gaan we de grachten dumpen of zoiets? Of gaan we de stoper afbreken? Ja, je weet niet wat ze willen doen. Nee, dus ik wil graag weten wat ze doen. Dit had ook beter gekund. Ja. We hebben al een beetje geconcludeerd dat. Dat er veel vlogjes worden gemaakt, internetfilmpjes dit jaar. Af en toe zie je van die traditionele-achtige campagnefilmpjes à la Familo, langs de Hofvijver-achtige ideeën. Deze is van GroenLinks. Ik ben Rutger Grootwassink. Ik ben naar Amsterdam gekomen vanwege de belofte van de stad. De belofte van vrijheid en diversiteit. De belofte van schoonheid en liefde. Ik hou van Amsterdam, waar mijn kinderen geboren zijn en ik oud hoop te worden. Ik hou van de mensen, de buurten en de snelheid van de stad. Amsterdam stond altijd aan het begin van verandering. Maar de stad staat stil waar we juist voorop moeten lopen. Te vaak gaat het over het grote geld en te weinig over mensen. Te vaak over groei en te weinig over gelijkheid. Te vaak over wat ons verdeelt en te weinig over de toekomst. Ik wil dat veranderen. Het kan en het moet eerlijker. Groener, samen. De toekomst is van ons allemaal.
En dus moeten we ons niet laten verdelen door uitsluiters en haatzaaiers. Ik wil wonen in een stad waar we samenleven. Waar iedereen elkaar ontmoet en kan leren kennen. Dat is Amsterdam. Ik ben Rutger Grootwassink. Ik wil Amsterdam veranderen. Bam. Ja. Ja, het merk Rutger Grootwassink wordt hier even in de markt gezet. Wat je ziet in dit filmpje dat is wel interessant is, kijk, GroenLinks is een partij met meerdere gezichten. Het is natuurlijk aan de ene kant de partij van de actievoerende tasjesdragers. Aan de andere kant van de jonge, hippe, hoofdstedelijke grachtgordelmensen. En je ziet eigenlijk dat hier beide in terugkomen. Je ziet hem in een hippe platenzaak een hiphop plaat pakken. En je ziet hem over plein 45 lopen. Dus dat zit er allebei wel in. Ongelijkheid mag groener, de stad moet innovatief blijven. Hè? Dat zijn eigenlijk de dingen die ik nu heel snel uit overhoud. Maar dan mis ik de hoe. Dus hij komt heel ver. Ja. Maar ik had graag gezien dat hij nog zegt van, dus ik wil 50.000 woningen bouwen zodat mensen kunnen blijven wonen. Wat net een stukje inhoud missen we hier eigenlijk. Ik wil eigenlijk dat alle auto's uit het centrum gaan, want dat willen ze volgens mij. Wat ik wel riskant eraan vind is dat hier Rutger Grootwassink echt wordt neergezet. Nou is hij, loopt hij al jaren rond in de Amsterdamse politiek, maar op straat kent natuurlijk helemaal niemand hem. Rutger Grootwassink wordt hier neergezet, het merk Jesse Klaver, hè, dat hebben we vorig jaar gezien. Ja. Hij heeft goed gescoord in Amsterdam. Absoluut. Vorig jaar, grootste partij. Ja, het enige is... riskant dit, zeg maar. Nou, vooral omdat Jesse Klaver en Rutger... Maakt niet uit hoor, ga maar langs. Maar het is riskant. Dat is riskant, vooral ook omdat het merk Jesse Klaver en Rutger Grootwassink onderling echt verschillen. Ja. Die zijn echt uit ander hout gesneden. Ja. Mis je dit soort spotjes? Een beetje met die traditionele... Ja, maar deze is... Je introduceert iemand zich op een manier die sympathiek is. Soms zullen mensen zeggen, ja, maar ik denk er net iets anders over, dat is niet erg. Ja. Die mensen gaan toch niet door me stemmen. Maar heel veel mensen worden hier wel door aangeraakt, denk ik. Het gaat meer om we staan stil en het zou moeten gaan om de toekomst. Ja, natuurlijk moeten we over de toekomst gaan. Daar gaan we voor stemmen. Spindokters hadden hier iets beter over na kunnen denken. Ik vind het een riskante keuze om te gaan voor het merk Rutger Grootwassink. En niet voor het sterke merk op dit moment GroenLinks. Ja. Rolf-Jan, tot hier. Voor nu, dankjewel. Graag gedaan. Volgende keer meer. Dankjewel. Voor meer filmpjes en reacties op filmpjes en posters van de politieke partijen, check at5.nl.